Dan ben ik mijn baan kwijt. Dan ben ik alles kwijt in op één dag. En ja, schaamte, hè? Ja? Schaamte, die is iets dat mensen zo erg maakt. Dat je geen hulp meer zoekt. 1 op de 5 huishoudens in Nederland kampt met schulden. Het begint vaak met een klein bedrag. Maar in sommige gevallen loopt dat op tot vele tienduizenden euro's. Hoe is dat mogelijk? Is het een kwestie van eigen schuld dikke bult? Of hebben we daar samen ook een verantwoordelijkheid in? In de publieke tribune van vanavond bezoekt staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark het Wijkpaleis in Rotterdam om de verhalen te horen van mensen met schulden en van schuldhulpverleners. Ik hoop van mensen te horen niet alleen te kwast tegenaan lopen, hoewel ook dat heel erg belangrijk is, want het is soms echt een Kafka waar je in terechtkomt. Maar vooral ook waar mensen denken dat er aanknopingspunten zitten om uit de schulden te komen. De publieke tribune. Over schuld, schaamte en solidariteit. Human.